In deze film gaan we een foto omzetten naar pointilisme. En het pointilisme was een schilderstijl die voornamelijk populair was eind 19e eeuw, dus ver achter in de 1800. En een van de bekendste voorbeelden daarvan dat is Vincent van Gogh. Hoe gaan we deze foto nu omzetten naar pointillisme? Vrij eenvoudig. Ik begin met het maken van een slim object van mijn laag. En dat doe ik vrij eenvoudig. Ik klik er met rechts op en ik kies voor omzetten in slim object. En waarom doe ik dat? Nou, dan kan ik dadelijk altijd nog aanpassingen maken. Eh, zonder dat er eigenlijk gewoon veel al te ingewikkelde stappen bij komen. De tweede stap is het dupliceren van de laag. En dat doe ik gewoon met Ctrl-J. En op deze laag gaan we dadelijk dus het pointilisme aanbrengen. Maar ik wil een scheiding maken tussen uh, de donkere partijen en de lichte partijen. Ik wil in de donkere partijen een grover puntje dan in de lichtere partijen. Dus ik ga eerst eens een laagmasker aanmaken. En in dit laagmasker ga ik de scheiding maken tussen donker en licht. En dat doe ik via afbeelding toepassen. Dat vind je hierboven bij afbeelding. En dan afbeelding toepassen. En je hebt hier dan verschillende opties. Maar eigenlijk is het zoals het standaard staat, al gewoon goed. Dus ik klik op oké. OK. En je ziet dat mijn masker wordt ingevuld. Hou ik nu de Alt ingedrukt en klik ik op het masker. Dan zie je dat het eigenlijk gewoon een zwart-wit weergave van mijn foto is. En ja, dit zou je als masker kunnen hanteren. Maar dit is veel te gedetailleerd. Je moet hier gewoon een hardere scheiding in maken. Ik zit bijvoorbeeld uh, niet te wachten op grijze stukken. Zoals hieronder in de uh, begroeiing of hierboven in de lucht. Ik wil gewoon zwart en wit. Dus ik ga hier met niveaus op los en dat doe ik met de sneltoets Ctrl L. Je krijgt dan het niveauvenster voor je neus. En als je hier gewoon het zwarte pijltje naar binnen trekt, dan zie je dat alle donkere gebieden nog veel donkerder worden. En aan de andere kant kun je het witte pijltje naar links trekken, ook naar binnen. En alles wat wit is, wordt veel witter, en al het grijs verdwijnt langzaamaan. Dus je krijgt zo een veel betere scheiding tussen zwart en wit. Dat er een beetje zwart in de lucht zit, dat is op zich niet erg. Dat zijn gewoon de donkere wolken. En dat wit beneden, dat los ik ook op. En ik klik vervolgens op oké. OK. Nu is het gewoon zaak om even te poetsen in mijn masker. Dus ik pak het penseel. En met zwart kleur ik gewoon onder in mijn masker en maak ik dat gewoon allemaal netjes donker. Laat ik het zo even houden. Dus dadelijk in mijn masker wordt de puntjesstructuur toegepast in uh, alle witte delen. En niet in de zwarte delen. Althans, hij laat het zien, want hij past het wel op de gehele foto toe. En ik wil dus eerst de donkere gebieden aanpakken. En dat is de benedenkant van mijn foto. Dus dit masker moet ik omkeren. En dat doe ik eenvoudig met Ctrl-I. En als ik nu dingen ga doen op deze laag. Ik selecteer even het laagicoontje. Dan heeft dat dus alleen maar effect op de donkere delen. Zeg maar de onderste helft van de foto. Dus ik ga naar filter en ik kies bij pixel voor pointilleren. Nou, en welke waarde je hier moet kiezen, dat is even lastig te zeggen. Dat hangt af van twee dingen: dat is de resolutie van je foto en dat is je smaak. Ik zou zeggen, kies niet te klein, want als je klein kiest, ja, dan blijf je toch wel gewoon heel veel details zien. En het is eigenlijk een beetje de bedoeling dat we daarvan afgaan. En ik kies voor de waarde 10. En je ziet het wordt alleen toegepast in de donkere delen van mijn foto. Als je nu denkt van nee, 10 is veel te veel. Je dubbelklikt gewoon op het woord pointilleren. Dat is het mooie van een slim filter. En kies bijvoorbeeld de waarde 8. Oké. Okay, nou, prima. Ik moet echter ook nog gewoon mijn lucht aanpassen. En dat gaat veel sneller, want deze laag, inclusief laagmasker en inclusief slim filter, kan ik gewoon in één keer weer dupliceren met de sneltoets Ctrl J. En je ziet, het is meteen gebeurd. Alleen, ik wil dit alleen maar in de lichte tinten van mijn foto en nu heeft het effect op mijn donkere tinten. Dat is vrij eenvoudig. Je klikt één keer op het masker zodat het geselecteerd is. Dan staan die witte vierkantjes eromheen. En als je op Ctrl I drukt, keer je het masker weer om en dan zie je opeens dat het toegepast wordt in je lichte delen. Ik wil echter een kleiner puntje, dus ik dubbelklik op pointilleren en ik kies gewoon voor twee stapjes lager. Maak hier geen extreem verschil van, dat is op zich ook niet fraai. Een verschil van twee is prima. En ik ga zelfs een verschil van één maken door mijn donkere puntjes nog wat kleiner te maken. Nou, ik ben al een heel eind. Alleen, ik ben nog niet waar ik wezen wil. Ik vind het effect nog gewoon te uh, grof. Dus van beide lagen ga ik de dekking verlagen naar zeg 60%. En dan komt die onderliggende laag komt er al een heel stuk beter doorheen. Als ik hem uitzet, dit is mijn pointilisme wat er bovenop ligt, en dit is met de oorspronkelijke foto eronder. Echter kan ik hier op die oorspronkelijke laag ook nog wat doen. Dus als die geselecteerd is, dan klik ik op filter, vervagen en kies ik voor gaussiaans vervagen. En hier moet je gewoon even puur mee spelen. Dit is puur smaak. Zet je hem vrij laag, dan blijf je gedetailleerd bezig. Maar zet je hem hoog, dan zie je dat ik al een, een, een vrij ja, kunstzinnig effect erachter krijg. De details van mijn foto verdwijnen als het ware helemaal. Ik kies voor een straal van 7,4 en ik druk op oké. OK. Ik ben nu al vrij ver. Maar ik ben er nog niet helemaal. Ik vind één ding nog vrij lelijk aan deze omzetting. En dat zijn al die vlekjes die erin zitten. Dat zijn zeg maar een soort van grijze vlekjes. Als ik inzoom dan zie je precies wat ik bedoel. En dat is ook vrij eenvoudig op te lossen. Ik pak eerst de vlekjes aan in de donkere gedeeltes. Dus ik ga naar mijn laag 0 kopiëren zoals die dan heet. Weet je wat? Die noem ik gewoon even donker. En ik ga daarboven een volle kleur zetten. Dat doe ik met een aanpassingsfilter. En ik kies gewoon voor een volle kleur. En laat ik even gewoon heel veel paars kiezen. Want ik kan later altijd nog terug. Als ik dit nu even uitzet, ik wil dat dat eigenlijk alleen maar gewoon in de grijze gebieden te zien is. Dus, en de grijze gebieden zijn lichter dan al mijn puntjes. En dat kan ik dan weer heel makkelijk aanpassen met overvloeien als. Dus als de kleurlaag aanstaat, ik dubbelklik in een leeg gedeelte. En ik krijg hier de opties voor overvloeien als. En we gaan kijken naar de onderliggende laag. En we willen gewoon de lichte puntjes laten invullen. Dus de donkere gedeeltes, die mogen nog te zien zijn. En dat is een kwestie van dit pijltje even opzij trekken. En je gaat gewoon net zover totdat je witte puntjes een heel eind zijn ingevuld. En je klikt op OK. Je ziet dat dit op zich prima gaat. Alleen de kleur paars is totaal verkeerd. Ik hou me nog even niet bezig met de lucht. De lichtere delen, dat doe ik dadelijk anders. En ik ga gewoon dubbelklikken op de kleur en ik kies een nieuw kleurtje, iets als dit. Gewoon een donkere grijs tint. En ik zet de dekking daarvan een klein beetje lager. Dan nou wil ik ook hier dat masker op toepassen en dat kan natuurlijk gewoon door het masker van uh, het donkere pointillisme door te kopiëren. Dat ga ik echter niet doen. Ik ga deze twee even in een groep zetten. Dus ik hou de Ctrl ingedrukt en ik klik op mijn laag donker. En vervolgens op Ctrl G. En ik heb daar een groep van gemaakt. Nu ga ik dit masker van de laag donker over de groep zetten. Gewoon door het op te pakken en daar naartoe te slingeren. En opeens heb ik weer de witte vlakjes in de lucht. En ook die ga ik daarboven gewoon invullen. Met een aanpassingslaag volle kleur. Laat ik eens deze geel tint pakken. En als hij dan kijkt naar de onderliggende laag, dan moet ik in dit geval. Aan de zwarte slider trekken. Totdat je bij wijze van spreken hier uitkomt. En als je de alt ingedrukt houdt, dan kun je het pijltje uit elkaar trekken en krijg je een wat mooier verloop. Gaan de witte puntjes helemaal weg? Nee, dat niet. Is dat erg? Nee, dat ook niet. Het zijn toch mijn lichte delen. En ook hier zet ik de dekking wat van naar beneden. Totdat ik dit effect krijg. Alleen dit mag natuurlijk, ja, omdat het beneden alleen maar donker is, wordt het daar niet doorgevoerd. Maar eventueel kun je ook deze twee in één groep zetten. En het laagmasker doorkopiëren. En op deze manier kun je dus gewoon vrij eenvoudig een foto omzetten naar pointilisme. En ik ga in zijn geheel de puntjes nog een klein beetje grover maken. En omdat die kleurenvulling dus gewoon kijkt naar de omgeving, pakt hij die automatisch mooi mee. En ik denk dat ik hem zo ga laten. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.